Weet u trouwens wie de grootste buitenlandse bevolkingsgroep is in dit land? Chinezen? Surinamers? Indonesiërs? Turken? Nee, dit is Nederland. Duitsers. Er wonen 700.000 Duitsers in dit land. Maar dat zien jullie niet. Die lijken allemaal op jullie. Ja. Of op ons. Die lijken op ons. Ja, op ons. Ja. Daarna 450.000 Indonesiërs. En daarna 350.000 Turken. En daarna 330.000 Marokkanen. Maar omdat jullie het verschil niet zien, denken jullie zo dat er 680.000 zijn. Ja. Ik keek in Turkije elke avond naar Nederlandse televisie met een enorme schotel op het dak om Nederland te blijven volgen. En elke avond keek ik naar twee programma's. Nova en Pauw en Witteman. En op een avond zit bij Pauw en Witteman aan tafel Brigitte Kaandorp, Joël voor de Wind, ChristenUnie, Hero Brinkman, Partij van Vrijheid en Wennemars, een schaatser. Opeens zegt Joël voor de Wind, weet je wie ik ook zo goed vind? Die Turkse cabaretier. Waarop Hero Brinkman zegt, Najib Amhali. Zijn dat Hero Brinkman een borreltje te veel op had. Maar Joël zegt, ja, die! En kijk, niemand aan tafel zegt iets. Echt niemand. Kijk, dat je het verschil tussen een Marokkaan en een Turk niet weet. Dat is al sneu. Maar dat je het verschil tussen een man en een vrouw niet ziet. Dat is gewoon onnozel.